Dit is Flevoland van zaterdag 12 december. Het is 11:55. De noodklok luidt deze zaterdagochtend op het werkeiland in Lelystad. En die klok, dat is er niet zomaar eentje. Die noodklok is aangeboden door de pioniers van dit eiland die leefden in de stenen barakken. Aan de burgerij van Lelystad in 1955 is deze klok aangeboden. Het is een stukje historie. En historie, daar gaat het hier om. De gemeente wil op het werkeiland nieuwbouw neerzetten. De bewoners vrezen dat daarmee het karakter van het oudste stukje Lelystad verloren gaat. Wij vinden met z'n allen dat die aanblik behouden moet blijven en dat er een modernistische hoogbouw dat het gewoon niet past. Al willen de bewoners wel constructief met de gemeente in gesprek. Wij begrijpen best wel dat er hier iets moet komen, maar dat kan ook wel als je het in de stijl houdt van de gebouwtjes die er nu staan. En dan doe je recht aan deze omgeving. En niet de plannen die er nu liggen. Want deze tekeningen kwamen laatst in een commissievergadering voorbij. Bewoners ongerust en ook Joris van Kasteren, de schrijver van het boek Lelystad, kwam naar de stad om zich achter de bewoners van het werkeiland te scharen. Lelystad heeft de ruimte, dus waarom ga je uitgerekend hier zo'n gebouw neerzetten, zoals alles verderop al is? Je moet het bijzondere hier gewoon in stand houden. Tientallen mensen hadden zich verzameld om hun zorgen kenbaar te maken. Ook gemeenteraadsleden lieten zich zien en de wethouder achter de plannen was aanwezig. Hij begreep de gedachte achter de actie. Omdat ze bang zijn dat hier iets komt wat ze niet graag willen. Dus we gaan ook in gesprek. We zijn nu op dit moment alles aan het verzamelen, zodat we op 12 januari aan de raad en ook aan de bewoners aan kunnen geven hoe het proces verder gaat lopen. Eerder heb ik ook een gesprek met de projectontwikkelaar op 16 december. En daar gaan we daar ook mee constructief in overleg. En waarom denkt u dat de bewoners zo bang zijn? Ja, ik denk dat ze verwachten dat hier een hele grote flat gaat komen. Maar zover ik weet is dat niet de bedoeling en zijn we nog in gesprek. Maar of het geluid van de noodklok ook het gewenste effect heeft? Een van de jongere bewoners van het werkeiland heeft er een hard hoofd in. Denk je dat het er niet gaat komen? Dat het zin heeft, de actie? Ik denk dat het wel zin heeft, maar ik weet nog niet of het gaat lukken. Alle bemanningsleden van de KNRM in Lelystad zijn uitgerust met een nieuw automatisch noodbaken. De ruim 20 nieuwe apparaatjes zijn bevestigd op de pakken die de redders aantrekken zodra ze het water opgaan. Dit is voor ons een nieuw veiligheidsapparaat die wij meenemen. En indien wij overboord vallen en wij activeren ons redvest, dan wordt deze meegeactiveerd en na een x-aantal seconden heeft hij een GPS-ontvangst en dan verschijnt hij op alle schepen in de buurt op een plotter. En hij zendt ook iets uit zodat een vliegtuig het zelfs kan uitpeilen. Als het gebeurt, kan het je leven gewoon redden. Dus. Hoe deden jullie dat voorheen eigenlijk? Voorheen hadden wij er ook één. Alleen die was wat groter, zat op dezelfde plek vast. Alleen die moesten we helemaal ook nog handmatig met een schuifje open doen. En deze wordt geactiveerd doordat het redvest opgeblazen wordt. En dat scheelt een handeling. En dan als je in nood bent, dan te rommelen aan kleine dingetjes, dat geeft altijd verwarring en daardoor een verbeterde versie. Er was geen directe aanleiding om de automatische noodbakens aan te schaffen. Toch is er wel voor gekozen omdat de apparaatjes de veiligheid van de KNRM'ers vergroot. Dit gaat automatisch aan, je hebt hem altijd op de juiste plek zitten. En waarborging en alleen maar een verbetering qua veiligheid voor ons. En dat iedereen ook weer veilig uit en maar ook weer veilig thuis kan komen. Het signaal is 12:30 uit te peilen. De nieuwe noodbakens zijn betaald met de opbrengst van donaties. Giften waar de KNRM het voor een groot deel van moet hebben. Ja, dat is super. Is onbetaalbaar. Misschien mensen vinden het onbetaalbaar wat wij doen. Maar wij vinden het vooral onbetaalbaar dat mensen heel zo genereus zijn om ervoor te zorgen dat wij ook met de juiste materialen op het water kunnen zijn.